Het is voor ons een heel groot genoegen om de mensen van de cel vermiste personen te mogen ontvangen hier samen met de burgemeester en de schepenen van Gerasbergen. Pluton heeft acht. Acht gegeven, ja. Nu mogen we op de groeten. Rup. Ja, het is voor ons toch wel een bijzonder moment. U weet, we bestaan 20 jaar. Er zijn al heel wat momenten gepasseerd om daarbij stil te staan. Maar dit was iets heel tof. Een beetje ludiek. Maar het mag ook wel een keer. Zoals daarnet gezegd, een boog moet niet altijd gespannen staan. Het was me heel veel plezier dat we met gans de ploeg naar hier gekomen zijn om dit mee te maken. Hoe zit het idee eigenlijk ontstaan om dat plunje luiten te maken hier in Gerasbergen? Oh, dat is natuurlijk een hele puzzel. Hè. Het is via de contacten die we hier hebben. Onze patron, meneer Van Laren, is hier eigenlijk thuis, zal ik maar zeggen, Gerasbergenaar. En die heeft ervoor gezorgd dat we wisten hoe zoiets in zijn werk ging. En dan zijn we beginnen alle uitrustingstukken samenhalen. En het is dankzij iemand van de broederschap dat daar een mooi kostuumken uit is ontstaan. Kan ze nu in Brussel niet een beetje boos zijn dat het in Gerasbergen staat, jullie kostuumken? Wie weet, dat zou nu wel kunnen. Maar ja, kijk, luister, Gerasbergen was de eerste. En voor zover ik het hier gehoord heb vandaag, is dit manneke ook het oudste. Dus staat het op de juiste plekken. We zijn er bij ons met de commissaris Gerenaal, mevrouw De Bolle. Mevrouw De Bolle, welkom. U speelt bijna thuis vandaag hier in Gerasbergen, hè, voor u? Ja, absoluut. Gerasbergen en Inhoven zijn verbroederd voor een stuk toch. En het is altijd plezierig om naar Gerasbergen of in eigen streek iets te doen voor de politie. Wat komt u hier precies doen vandaag? U bent opgenomen in? Het broederschap van Manneke Pis, zoals ook onze celvermiste personen. En ik ben daar zeer fier op. U bent ook meter geworden vandaag, hè? Proficiat ervoor. Dank u wel. We zijn meter van de mensen van de celvermiste personen die opgenomen zijn in de broederschap. Zowel Marco van Laren als ikzelf. En we hebben een kledij aangeboden aan Manneke Pis hier in Gerasbergen. Wat gaan ze daar nu in Brussel zeggen? Het kostuumje staat nu in Gerasbergen. Het kostuumje staat in Gerasbergen. Gerasbergen kwam met het idee. En we zijn er heel fier op dat we kostuumje hebben mogen geven. Ja, het is een grote eer om mijn medewerkers van de celvermiste personen hier in mijn thuisstad te kunnen verwelkomen. En te laten opnemen in de broederschap van het oudste mannekenpies van België. Is het eigenlijk een idee geweest van u om dat kostuum hier te plaatsen? Wel, het idee komt van mijn kleindochter. Hè, die gelezen had dat er een legende is die het heeft over een jongetje dat vermist werd een bepaald moment. En waar een standbeeldje was naar gemaakt. Het mannekenpies van Gerasbergen. Ja. U bent daar toch een beetje fier op, hè, als Gerasbergenaar dan? Uiteraard. Ik ben niet alleen fier op het feit dat het idee komt van mijn kleindochter. Het feit dat dit gebeurt in mijn thuisstad. Maar ik ben ook fier op elk van de medewerkers van de celvermiste personen. Annemarie Scheirlings is de vaste klerenmaakster van de broederschap van het Gerasbergs Manneke Pis. En ik heb er met raad en daad bij gestaan om ervoor te zorgen dat elk element van het uniform ook is zoals een echt uniform van de federale politie. En het ziet er echt mooi uit, hè? Ja, inderdaad. Ja. Wel, Brussel moet erkennen dat dit het oudste bewoner is van België. En ik denk dat ze daar kunnen mee leven, maar in goede verstandhouding. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.